Er is vloeg 6, go. Ik heb dus verkeerd toen ik zei dat de baai van Nice was. Het is dus de baai van Cannes. Ja, vandaag gaan we dus Cannes verkennen. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre. Ja, dus daarnet toen we op die parking kwamen, vloog opeens jeet een golfballetje over op een auto. En hij lag dus onder die auto. Ja, kijk, ik heb hem meegepakt. Het is wel nog een schoon balletje, denk ik. Dus ja. Formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter voilà, we hebben Cannes kort verkend. We hebben het oude stadsgedeelte bezocht, de winkelstraten een beetje. Wel één grote winkelstraat ook bezocht. Maar het was wel vrij hectisch in Cannes voor te parkeren. In het begin was het nog makkelijk toen we toekwamen, want het was nog wel redelijk vroeg op de dag. We hadden wel makkelijk parking hadden, maar als we dan meer naar Cannes zelf gingen, de stad zelf, was het wel heel druk en hebben we zeker een uur staan rondtrainen voor een parking te vinden. Dat was wel een betant. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Maar dus, als je naar Cannes gaat, op tijd vertrekken voor parking. Want dan is het een beetje lastig. Maar dus, we zijn meer in de stad gegaan en een beetje verder. Zodat we daar een parking hadden. En het was wel nog een makkelijke parking. En dan hebben we dus de bus genomen. Wat dan maar 1 uur en een half per persoon is. Dus dat valt wel mee. En zo kun je dan makkelijk eigenlijk kan bezoeken via de bus, dus dat is zeker een aanrader. Voilà, reisvlog 6 klaar.